chef-kok werk ik het liefst met mooie, verse lokale producten. Als je dan zo om je heen kijkt, denk je van, hier groeit niet zoveel. Ja, cactussen. Maar met een beetje wil, geduld, water, voorlichting en liefde kun je hier op Bonaire van alles kweken. En dat wil ik, Corjan Hoogerheide, laten zien. Daarom dit programma, Bonaire eet smakelijk. Ik ben hier bij de LVV, een mooi nieuw logo, vernieuwend. Ik wil het vandaag over de lionfish hebben, niet vernieuwend, maar ik wil het wel in een leukje steken. Alle ayaka, dat is in het bananenblad, normaal is met kip. Ik wil de lionfish lekker in het bananenblad doen. En ik hoop dat Maurice iets kan vertellen over het bananenblad. Hey Maurice, de meeste mensen zeggen bananenboom, maar dat klopt helemaal niet, hè? Nee, het lijkt natuurlijk veel op een boom, maar ja. Dat is eigenlijk een soort kruid. Ja, het groeit ook heel anders dan zoals je een normale boom kent. Hè? Dus de banaan staat bekend natuurlijk dat hij onderaan allemaal scheutjes krijgt. Die groeien vanuit de wortel naar boven en dat worden de nieuwe planten. Dus het is een, anders dan een boom. Ja, ja, ja. Maar dit is de bakbanaan of gewone banaan? Dit is de, wat we noemen de gewone, de eetbanaan. En wat je heel goed bij het verschil ziet tussen de gewone banaan, zoals we noemen, en de bakbanaan is, de gewone banaan heeft heel veel bananen dicht op elkaar. Ze blijven daardoor ook klein. En de bakbanaan, die gaan we dadelijk zien, die heeft de vingers uit elkaar staan, heel ver uit elkaar. En de bakbanaan wordt daardoor ook veel groter, want die heeft veel meer ruimte om goed te groeien. Ja, ja. Wat je ook ziet hier is natuurlijk de gewone banaan heeft een relatief klein blad wat makkelijk scheurt. En natuurlijk voor jouw bestemming, voor een ayaka, heb je natuurlijk een goed stevig blad nodig waar je iets goed in kunt rollen. Dus daar kun je dit blad veel minder goed voor gebruiken. Oh, okay. Veel beter de bakbanaan bladeren. Het blad kun je niet eten, maar is wel gezond, begreep ik. Ja, er zitten allemaal antioxidanten in. En dat is natuurlijk leuk in dat proces van ayaka wat gemaakt gaat worden. Dan als je het warm maakt, hè, dus dat blad, en er zit eten tussenin, dan trekken die antioxidanten uit het blad in het voedsel. Kijk. Dus dat geeft ook nog eens een keer een extra waarde. Ja, bladen zijn sowieso van de banaan zijn gezond. Ze worden overal gebruikt, bijvoorbeeld bij brandwonden of bij andere huidziektes en zo. De mensen maken het nat en dan doen ze het om hun arm bijvoorbeeld heen om het te laten genezen. Dus het is een bijzonder gewas. Ja. Heel gezond. Het groeit niet zo makkelijk hier op een droog eiland. Het heeft relatief veel water nodig. Het kan wel. Ik bedoel, we hebben hier op LVV natuurlijk veel water. Maar ook bij de mensen thuis is altijd wel water van je wasmachine en van je... Maar een plantage is niet rendabel. Een plantage is moeilijk rendabel te krijgen. Dat is jammer. En natuurlijk, die draagt maar één keer vrucht in de 9 maanden. Ja, correct. Dus het is ook nog een keer, wat dat betreft, een gewas met geduld. Ja. Dus als je hem eenmaal hebt staan, moet je 9 maanden wachten voordat hij in de vrucht gaat. Ja. En dan is hij ook dood. En dan moet de nieuwe scheut die eruit komt, is dan degene die over 9 maanden weer gaat produceren. Oké, nou, duidelijk verhaal. Ja. Ja, we staan lekker onder het parasol van de bakbanaan. Heerlijk. Ja, inderdaad, het zijn andere bladen, hè? Ja, je ziet, ze zijn veel breder. Ja. Ze scheuren minder makkelijk. Behalve als ze oud zijn, dan gaan ze toch scheuren. Maar zeker als je die jonge bladen gebruikt. Dan blijven ze goed dicht, kun je goed mee vouwen. Ja. Dus vandaar ook dat gebruik. En je ziet hier de vruchten, de bakbanaan. Je ziet, er zijn dus in wat we noemen een hand, hè, dus een hand met die vingers. Ja. Zijn veel minder bananen in een hand, waardoor ze ook veel groter gaan worden. Maar ja, dus een hele andere groei. Dus dit is echt kenmerkend voor de bakbanaan. En voor de rest zijn de bananen hetzelfde. Ja. Dus er groeien weer allemaal jonge boompjes omheen. Die we weer kunnen uitplanten en dat groeit weer in 9 maanden tot een volgende vrucht. Nu kun je zien waarom bananen krom zijn, hè? Want ze willen naar het licht groeien volgens mij. Ja, ja. Ja, deze heeft het nog niet goed door, maar die anderen die snappen het, die gaan naar het licht toe. Ja, ja. Daarom zijn ze krom, hè? Ja. Ja. En omdat ze anders niet in de schil passen natuurlijk. Dat was het, hè? Dat was André van Duin, hè? Ja, ja. Hey Maurice, de wetenschap inderdaad, ze hebben nu voor mij de bakbanaan en de gewone banaan gekruist. Correct, ja, ja, ja. Dus het blijft natuurlijk steeds een discussie, de bakbanaan is melig en weinig zoet, dus je kunt hem eigenlijk niet gewoon eten. En de gewone banaan is te zacht om te bakken, dus nou hebben ze hem dan maar gekruist. Dan hebben ze een banaan die je voor allebei kunt gebruiken. Daar gaan we nu even naar kijken. Geweldig. Dus dit is de derde soort?
Ja, dus dit is een kruising tussen de bakbanaan en de eetbanaan. Die kun je beide kanten uit gebruiken. Je kunt hem feitelijk gewoon zo eten. Hij is iets meliger natuurlijk dan de gewone banaan, maar hij is lekker zoet, stevig. Maar aan de andere kant, je kunt hem ook bakken. Dan krijg je een iets zoetere bakbanaan, dus een gebakken banaan. Maar, en hij heeft de stevigheid, voldoende stevigheid om hem in olie te bakken en dat hij goed in vorm blijft. Ze noemen hem de driekiel, want als je de vrucht ziet, helaas hebben we hem nu niet in vrucht. Maar dan heeft hij drie hoeken, zeg maar, en daarom noemen ze hem drie kielen eigenlijk, als een concept van een boot. Is het nou uit vraag ontstaan of is het gewoon een wetenschapper die denkt van, kom, ik ga eens lekker iets kruisen? Ja, ik denk dat, wat ik begrijp, is niet gericht op gekruist. Het is meer iemand die leuk vond om te onderzoeken, kwam iets uit. Ja. En toen zei iedereen, hé, dat is een goed idee, dan kan ik er beide kanten mee uit. In de Dominicaanse Republiek is hij heel erg populair geworden. Okay. Omdat je dat flexibele hebt van, nou, je hebt één banaanboom in de tuin staan. En je kunt hem zowel bakken als gewoon eten. Ja. Dus, nou, hoe doen ze het? Doen ze dan met zaadjes? Doen ze kruisen? Doen ze genetisch manipuleren? Hoe doen ze het? Nee, dus, want wat we erachter zagen is eigenlijk de bloem. Mm-hmm. Hè? Dus daar zitten stuifmeel en dat soort dingen in. En die ga je dan kruisen met van een gewone banaan. Ja, kruisen met de bloem van een bakbanaan. Ja. En dan hoop je dat uit die vruchten, daar zitten dan weer zaadjes in, dat die zaadjes weer aanslaan. Want het is allemaal niet makkelijk. Nee, bij bananen is het heel moeilijk. Want heel veel zaad is zeg maar onvruchtbaar. Okay. Ja, dus veredelen met bananen is heel ingewikkeld. Mm-hmm. Dus, maar goed, het is dus toch gelukt en er is een goede soort uitgekomen die bruikbaar is. Hij wordt niet zeg maar op grote schaal verbouwd, zeg maar commercieel. Maar het is meer een huis- en tuin banaan gebleven die de mensen praktisch vonden voor in de tuin. De grote commerciële bedrijven die kiezen of bakbananen of eetbananen. De Chiquita's en de vrienden van ons. Kan ik het blad ook al gebruiken of niet? Dit blad? Nou ja, je ziet het blad is eigenlijk meer naar de kant van de gewone banaan. Hè. Dus het is een veel smaller blad wat relatief snel scheurt. Ja. Dus ik denk dat uiteindelijk voor een goede Ayaka ben je toch aangewezen op de bakbanaan. Dan gaan we die halen. Dan gaan we die halen. Heel goed. Dank je. Nou, ik heb een mooie marchetta. Dit is wel een mooi blad. Gewoon klap erop. Die is vlijmscherp. Kijk, mooi blad. Daar gaan we mooie de Ayaka van maken. Hey Maurice, dankjewel hè. Hey, tot de volgende keer. Je hebt je mes hè, want dat is gevaarlijk. Hey Bas. Ik wil een uitzending maken over lionfish. Wat heeft VIP met lionfish te maken? Wat heeft VIP met lionfish te maken? Wij waren in 2009 een van de eerste duikshops die samen met Sinapa in de voorbereiding betrokken waren van de hele reactie zeg maar, op het komen van die lionfish. Mm-hmm. Want we wisten dat ze zouden komen. Vanuit Florida zijn ze over het hele Caribisch gebied verspreid. Ja. En vanaf 2009 zijn wij dus actief bezig om ze ook echt te verwijderen van het RIF. Op een gegeven moment kwam de vraag van toeristen en ook van eilandbewoners van goh, wat kunnen wij doen? Want instructeurs waren actief aan het jagen, maar die vissen gingen steeds verder uitbreiden. Dus toen hebben we in 2011 uiteindelijk een cursus geschreven, een lionfish hunting cursus, die wij hier geven aan toeristen en aan eilandbewoners, waardoor mensen kunnen leren wat er allemaal komt kijken bij het jagen op die lionfish. Ja, wat is dan zo belangrijk? Tijdens het hunten, wat je wel en niet mag? Ja, er zijn twee dingen heel erg belangrijk. Ten eerste de veiligheid van het RIF. Je bent aan het jagen in een nationaal marinepark waar het koraal allemaal heel lang beschermd wordt. En op het moment dat je met een speer gaat jagen, loop je het risico dat je het RIF beschadigt. Dus wij leren je hoe je kan voorkomen om het RIF te beschadigen. Ja, het is ook een levend organisme. Absoluut, absoluut. Ja. Een van de grootste levende organismes die er bestaan. Alles bij elkaar in ieder geval. Ja. En het tweede is je eigen veiligheid. Het kan ook echt gevaarlijk zijn op het moment dat je het verkeerd doet. Je kan gestoken worden. Het is een giftige vis. Dus op het moment dat je gestoken wordt is het ontzettend pijnlijk. En dat kan er bijvoorbeeld toe leiden dat je in de problemen komt en medische issues krijgt. Ja. Dus die twee dingen proberen we te voorkomen. Maar die cursus is alleen geldig in Bonaire?
Nou, de cursus is wel een paddy specialty, mm-hmm. dus een distinctive specialty. Dus in die zin is die wereldwijd geldig. Ja. Maar er zijn maar heel weinig plekken in de wereld waar je per se een cursus gedaan moet hebben om te mogen jagen op lionfish. Ja. Bonaire is wel een van die plekken, dus hier is die sowieso geldig. Ja. Moet ik wel even bij vertellen dat alleen maar de cursus doen geeft je nog niet het recht om zelf een speer te gaan halen en te gaan jagen. Okay. Wel als je op het eiland woont, dus als je een sedelaar hebt, mm-hmm. dan kan je bij Sinapa aanmelden en een speer in bruikleen krijgen. Ja. Op het moment dat je toerist bent en je hebt de cursus gedaan, dan mag je alleen maar met een gids duiken die ook toestemming heeft om dat te doen. En met een duikshop die ook een speciaal contract hebben met Sinapa voor die speren om met toeristen mee te jagen. Is nou te zien dat het afneemt, de lionfish? Ja, absoluut. Als je op andere plekken in het Caribisch gebied gaat duiken, zie je veel en veel meer lionfish dan hier. Wat we hier nu eigenlijk zien is als mensen op vakantie zijn en hier gaan duiken, is dat ze ongeveer evenveel lionfish zien als bijvoorbeeld in de Rode Zee, waar ze wel thuis horen. Dus ze zijn niet weg en op bepaalde plekken en op bepaalde momenten van de dag kunnen het er nog wel iets meer zijn, maar gemiddeld zien mensen tussen de 0 en de 3 lionfish zeg maar, op een duik. Ja. En dat is redelijk vergelijkbaar met wat je in de Rode Zee of in Egypte of in Indonesië bijvoorbeeld tegenkomt. Nog iets te vertellen over de lionfish? Wat met VIP te maken hebben? Nou, ze zijn heerlijk, maar ik denk dat de reden is dat jij hier zit. Het is een heerlijke vis om te eten. En het is natuurlijk ook een van de meest duurzame vissen om te eten. Want heel veel andere vis hoort op het rif thuis. En daar kan je nog steeds prima in bepaalde mate op vissen en van eten zonder problemen voor de visstand. Ja. Maar die lionfish die hoort hier gewoon niet te zijn. Dus elke vijand. Heeft geen natuurlijke vijanden en elke lionfish die je eet helpt dus het rif en is daarmee echt een ontzettend duurzaam vis. Ja, ik ben trots op een pasje dus. Ja, jouw eigen vrouw heeft jou deze cursus gegeven, dus het is een officiële Paddy Distinctive Specialty waar deze bias klant ook zelf aan meegedaan heeft. het is een leuke, interessante cursus om te volgen, dat heb je zeker zelf gemerkt. Ja. En ik had er toevallig twee. Bij mijn cursus. Ik heb er twee geschoten. Het is soms lastig. Wij merken bij de cursus tegenwoordig dat het soms lastig is om genoeg lionfish te vinden om op te schieten. Ja. Maar dat is natuurlijk eigenlijk heel goed nieuws. Dus we nemen dan een nep lionfish mee waar de cursisten op kunnen schieten. Ja. Maar we hopen uiteindelijk natuurlijk dat we het onder controle kunnen houden tot het niveau... Dat de cursus afschaffen. Ik schat dat nooit mogelijk is, want die vissen krijg je nooit meer weg. Ze leven heel diep. En heel veel eitjes krijgen. Ja, ja. Er zijn onderwaterbeelden met een onderzeeër gemaakt hier op 300 meter diepte en dan zit het vol met lionfish en daar kan je nooit duiken. Dus uiteindelijk helemaal weg krijgen we ze niet, vrees ik. Maar als we lekker blijven eten, jij blijft lekker koken en wij blijven lekker jagen, dan komt het wel goed. Bas, dankjewel voor de mooie informatie en dat ik in het hol van de leeuw mocht zijn. Ja, het hol van de lionfish. Ja. Bon dia, Andy. We staan hier klaar om te water te gaan voor de lionfish hunting. Waar moeten we op letten? Wat nemen we mee? Nou, wat nemen we mee? In de eerste plaats nemen we natuurlijk mee de zookeeper en onze elf. Elf. De elf staat voor, wat denk je? Ja, lionfish iets. Lionfish, correct. Het elimineren van de lionfish. Okay. Dus daar staat de elf voor. En hoe werkt die? Hoe werkt die? Kijk, je hebt hier een hendeltje. Je moet altijd voorzichtig zijn, ook onder water. Zodat hij open staat, aantrekken en dan zet je hem maar op scherp, zie je dat? Ja. Dat doe je niet tijdens de duik, dat doe je echt als jij... Oppassen. Precies, oppassen, heel goed. Dat doe je echt als je de aanval zeg maar inzet. Ja, oké. Nou, je moet, wat ik altijd doe is wel goed knijpen en dan... Tjak. Dan kom je er zo'n eindje schietje vooruit. Ja, je kan dat zien. Ja. Dit is, ja, oké. Ja. Dus zover moet je van het koraal af blijven, begrijp ik? Ja. Ongeveer. Ja, het is heel belangrijk dat je echt voorzichtig bent met het koraal. Dus je moet echt zorgen dat je je positie bepaalt tijdens de duik. Dus je boeiendie is erg belangrijk, je drijfvermogen. Wat nemen we nog meer mee of wat hebben we nog meer mee? We hebben meegenomen, uiteraard, dat zie je hier. We doen het hete water, dat zorgt ervoor dat het gif eigenlijk tot stilstand komt. Dat er niet meer giftig is in je lichaam. Ja. Het beste is dat je daarna zo snel mogelijk naar huis gaat en onder de hete kraan blijf houden zo lang mogelijk. Ja. Bon. Ja, hier hebben we de schaar. Ja. Met verschillende dingen kun je dat doen.
ook met een normale huistuin en keukenschaming moet wat stevig zijn. Ja. Ja. Dan kun je de spines kun je daarmee afknippen. Ja. Want de spines zijn natuurlijk vergiftig, zoals jullie weten. Ja. En een koelbokje voor het meenemen naar huis. Ja. Want we gaan natuurlijk wel opeten en willen wel lekker genieten van de linevis. Die gaat het klaarmaken? Ja, ik zei dat gek, denk ik. Lekker. Oké. Okay. Dat nemen we mee. Ja. Ik ben er klaar voor. Ik kom als tweede man mee. Want soms is hij zo sterk, die lionfish, dat ik nog even een extra elfje wil hebben, toch? Juist, dan kunnen we elkaar even helpen. Ja. Dus goed. Wat dat betreft, zorg wel dat we een beetje afstand tot elkaar hebben. Ja. En dan. En wat doen we allemaal als we een lionfish zien? Wat doen we dan? Ja, je hebt natuurlijk een teken. Normaal zit die op spanning. Je kan het bewaren in je zoekkeeper. Ja. Dit kan een. Maar goed, we zijn nu aan het hunten. Dus als wij dit doen, daar zit hij, dan weten wij wel goed. Prima, prima. Ik ben er klaar voor. Ik ook. Laten we gaan. Ja. Ja, en die zoekkeeper is leeg. Sorry, geen lionfish. Nou, beter geen lionfish dan dat hij vol zit. Dat is waar. Okay. We gaan naar de volgende duikstek. Doe, gaan we doen. Je hebt natuurlijk rondom allemaal giftige stekels. Die gaan we eraf knippen. Want als je prikt, dan je gaat niet dood. Maar je hebt wel lekker een beetje verlammingsverschijnselen. En het doet erg veel pijn. Dus ik heb een mooie schaar van Bas gekregen. Dan ga ik eerst de kop eraf knippen. Hij is natuurlijk wel dood, maar dan weet je ook zeker dat hij dood is. Want zo'n beest is toch heel taai en die gaat lang door. Zijn kop eraf en dan gaan we de stekels eraf halen. Dat doe je op de kant als je gedoken hebt. En dan, normaal zorg je ook voor een fles warm water. Want als je dan gestoken wordt door zo'n stekel, dan moet je het even afgieten met warm water en dan verdwijnt het gif, zeggen ze. Het schijnt dat het gif niet in het visvlees zit, dus we kunnen gewoon normaal de vis eten. Welkom, Laura. Hey. Hey. I collect a lot of lionfish fins. Nice. And you make something of it. Yes. You make your own jewelry. Yeah, yeah? I do. Yeah, and I'm wearing it. Yeah, I saw. Can you tell me everything about it, how the progress goes? Yeah, of course. I know you have secrets, but maybe you can show them. Yeah, okay. So those are fresh. Yeah. Of course, you need to process them. Okay. Because if you use them like this, they're still moist. And then if you put them in epoxy, because that's what I use. What's on it? It's a resin. It's epoxy resin. Yeah.
And if you put them like this, then they're gonna rot. Yeah, because of course, and smell. Well, smell, I don't know, but no? For sure they're gonna rot because there's still like moisture in it. Okay. So you have to dry them first. Once they're dried, so you see the ones that you have there, still like orange pink. Mm-hmm. Then when they're dry, they usually turn like this. Okay. Those have been dried. It's easy in the sun, or? If you put them in the sun, yeah. Then they oh, are going that's one to of the turn, secrets. Yeah, they are going to turn like this, okay. More pale. They, yeah, they yeah. lose quicker the pigment. So you have to dry them in the shade if you want to keep the orange color. Yeah, okay. But yeah, that's the thing, even if they're dry, yeah. After a while, if you wear them every day in the mm-hmm. sun, then you're gonna slowly lose the, yeah, okay. the orange color, yeah. And then it's gonna turn yeah. a bit more white. But you still keep, you see the dots, the pattern still yeah. stays there forever. This doesn't yeah. move. It's really more the orange color that fades with time. And not all the fins from the lionfish have this pattern. No? For the poison? Well, the poison, yeah, you have 13 venomous spines yeah. On the lionfish. And you have to be careful when you process them. Yeah. So that's why, like, for those who are not very like comfortable with it, you can use puncture-proof gloves. Yeah. And then you have... It's only one day, though, when they are poisoned? No, it's... apparently, if you freeze them yeah. and then they defreeze, yeah. then it can still be poisonous for 24 hours. So okay. So you always have to be careful when you manipulate it. Of course, now yeah. if they would still be spine, no. they've been dried for more than a week, so okay. yeah. then it wouldn't be poisonous anymore. But that's something that you have to be careful. Yeah. And yeah, you need proper tools to cut it because yeah. it's still bones. Yeah, so. Yeah, yeah. yeah. So yeah, once they are processed and they are dry, then you can start working with them. Okay. And then how you work with them? Well, there's different ways. Like you can find on the internet, you know, those they call like bezels because you have the shape, mm-hmm. but it's empty. So yeah, you yeah, can yeah. actually put anything you want. And then that's where the creation process starts. Okay, yeah. I'm gonna make rings today. I'm yeah, gonna yeah, make yeah. pendants. Okay. So you see, it's you can find a lot, and then you just have to go with your creativity. Okay. Yeah, yeah. 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 So then you're like, okay, I have this, mm-hmm. and then okay, I have scissors, and then I'm gonna look at it. I'm gonna say, okay, what's nice? What part of the fin is nice? Yeah. And okay, how can I position it so that it's nice? Cut it, and then to make sure it stays on place, I use. Crazy glue, okay. Because if you don't put glue, uh-huh. With the epoxy, mm-hmm. the fin is gonna float. Yeah, okay, yeah, yeah. So you need to make sure that it stays on the bottom, so that's why I use glue, so that's uh-huh. a secret. That's a secret. And then once it's in it, then you can start to prepare the epoxy. And yeah, it's too hot now for me to make epoxy okay. straight away. I need a certain temperature and no wind, because if there's yeah, wind, yeah, yeah, there yeah. can be yeah, like yeah, yeah, yeah. tiny hairs, or and then if it goes into the epoxy, it dries like this, and then after that, yeah, you have something that is a bit more opaque. Yeah, yeah, and yeah. you want something that is more shiny. Yeah, yeah, so, yeah, yeah. So yeah. Do you make things for men, or is it only for women? I'm slowly starting for men. I have with wood, okay. Wood pendant, and I have yeah key rings because mm-hmm. everyone is using keys, you know. Yeah, so yeah, key yeah. rings, it's maybe a belt thing. Or I haven't found online okay. yet. Okay, like to find like something that is big enough that I can put the yeah. the fin on it, because if the fin is still. Thick. Yeah, yeah. So if you would put it on top of something and you don't have like those edges, mm-hmm. then the epoxy will overflow. Yeah, yeah. And you need something to contain the epoxy. So yeah, yeah. because it's quite well, the epoxy that I use is low viscosity. That mm-hmm. means that it just like gonna flow. So yeah, for men, I want to find like something with leather also to make yeah, like yeah, bracelets yeah. and but I'm still in the process. It's easy to find for girls yeah. because girls they wear like jewelry yeah, all yeah, the yeah, time. Yeah, yeah. But yeah, to find for men it's you have to do more research, yeah. So you make rings? Yeah, rings. This is nice. Bracelets, yeah. yeah. Earrings, I yeah. make necklaces. Yeah, like I said, key rings, and I use either metal mm-hmm. or wood. Oh, wood, okay. Yeah, yeah, yeah. Because people they prefer like the
natural aspect. Okay, you go with something that is from the sea, and yeah. then you put it on wood, and it's still coming from the earth. Yeah. It's not something that has been made later on. Yeah. yeah. okay. Do you hunt by yourself? I do. Uh-huh. I do sometimes, yeah, with my boyfriend. Uh-huh. So I'm in charge of the zookeeper. So the zookeeper is the big device where you put the lionfish in. Yeah. And he's in charge of the of oh. the spear and okay. yeah. and putting them in. Otherwise, I have people. I have friends or people that are contacting me on my Facebook okay. page. Yeah. Oh, I have lionfish fins. Can I bring them to you? Yeah, or yeah. can you pick them up? I'm like, yeah. Of course. Yeah. I never have enough yeah. of lionfish yeah. fins, so I will never say no. And where do you sell it? Or for now, I sell it from home. Okay. You have an email yeah. address or yeah, something? Yeah, I have a small card. Mm-hmm. And what's the name of the house? Lionfish Creations Bonaire. Uh-huh. Yeah. Okay. Yeah. Yeah. So. Yeah, I have people contacting me through Facebook. I also have a WhatsApp, so they can always contact me. And then we set up an appointment, and I prepare everything I have. And then custom made, if they want. Yeah, if they want. I had a lady that came, I think, 2-3 weeks ago. She liked blue, or not? Yeah. I knew her. Yeah. And she said, oh, I caught lionfish, and I would like to know if you can make jewelry with my fins. Yeah, and yeah, I'm like, of course, bring your fins. I'm going to process them. When they're ready, you come back and you decide what you like. So she said, I like this pendant, I like this, I like this. So I'm like, okay, it's going to take me more or less a week, and then it's going to be ready. Yeah. And then, yeah, she was very pleased with it. Yeah. Okay. That's all you want to show? Yeah? I want to show, let's go. Okay. Hey, thank you very much. Thank you. Okay. Ja, ik ga een ayakka maken. Normaal is het met kip, het is een bestaand gerecht. Maar wij gaan het dan met de lionfish doen. Ik heb hier de lionfish. Ik ga hem eerst even fileren. Alle stekels zijn eraf. Mooi wit vlees, stevig. En smaakvol. Kijk, nou ik heb één vlees genoeg. Nou, ik doe het vel er ook af. Er zitten kleine graatjes in, die halen we even met een tangetje uit. Even afspoelen, zet nog kleine graatjes of kleine schubjes aan. Kijk, mooie filet. Even droog deppen. Want ik ga hem eerst even aanbakken. Als je ze aanbakt, geeft altijd een beetje meer smaak. Lekker met Bonaire zeezout. Dus ik heb het bananenblad van de bakbanaan. Ik doe hem even de harde nerf even eruit knippen. Dan ga ik de blaren even blancheren, even in kokend water, dan worden ze iets zachter en zijn ze makkelijker te vouwen. Zo maar even een minuutje, is lang zat. Je kunt hem vullen met wat je zelf wil. Ik doe paprika's, laat ik een beetje heel. Dan kun je lekker zien wat het is. Gedroogde tomaat, hele augurkjes, dadels, prei. Oesterzwammen vind ik een leuke combinatie. Nootjes, pistaspitjes en ik heb olijfjes gevuld met paprika. Kom er twee een beetje terug. Even snel aanbakken.
terugkoelen in koud water. Even om en om. We gaan hem straks in de oven met stoom garen. Maar ik wil dat er een baksmaakje in zit. Heerlijk. Nou, ik doe de oesters ook even aanbakken. De paprika's. Polenta. Ik heb een mooi papje, een mooi deegje gemaakt. Met zout, een beetje komijn, knoflook. Ik kook weer alle smaken in, doe het wat je zelf wil. Een beetje de lepel nat maken, anders blijft het zo plakken. Oké, met een natte lepel even mooi insmeren. En dan leggen we de lionfish erbovenop. En dan gaan we alle smaakjes erop leggen. Paprika. Oesterzwam. Pistasnootjes. Dadels. Preiringetjes. Amsterdamse uitjes. Normaal is het een gerecht voor bij de kerst, maar voor mij kun je het altijd eten. Het is altijd een feestje, toch? Kapperappeltjes. En gedroogde tomaat vind ik altijd lekker. En dan gaan we hem dichtklappen. Een mooi pakketje. En dan doen we nog eentje dwars overheen, dat die goed dicht zit. En dan gaan we hem inbinden met touw. Het hoort ook een beetje bij de presentatie. Kijk, en dan kun je hem hier vastknopen. En dan is hij mooi dicht. En dan kan hij in de oven met stoom. Zou ook in het water kunnen, maar ik heb een mooie stoomoven. En daar leggen we voor een half uurtje in. Nou, het is natuurlijk een verrassing wat er binnenin gebeurd is, maar ik ga eens kijken. Nou, het blad geeft natuurlijk smaak. Dat is belangrijk, smaak. En de presentatie is natuurlijk ook leuk. Nou, van mij ziet het er wel leuk uit. Ik heb er een leuke wijn bij, CH. Ik dacht van Corjan Hoogerheide, maar het is de afkorting van Chardonnay. Maar dat geeft niet. Er zitten mooie tonen van vruchten in. En het past mooi met allerlei verschillende soorten smaak. Dus ik ben benieuwd. Nou, het is wel gaar in ieder geval.
En een stukje lionfish. Ik vind het verrassend. Je proeft toch dus bananensmaak. En al die smaak zijn natuurlijk mooi ingebleven omdat het in het pakketje blijft. Een soort in aluminiumfolie verpakt. Maar dit is natuurlijk leuk te presenteren. Mm. Ja, dat is een mooie combinatie. Ja, ja, alle gerechten en ingrediënten komen straks in beeld. Dus maak het maar eens even leuk na thuis. Ik moest zeggen, Bonaire, eet smakelijk.